Hallo, kinderwensen van overal. Het doel is bereikt. Het ideale kamp van moeders Ug. Gelukkig is thuis, dat is prachtig gelukt. De Indianen hebben honger en van ons krijgen ze eten zonder dat ze er met land voor hoeven te betalen. Ze hebben gestampte bukkelenhuisjes van Holland. Ja, lekker. Ja, lekker. En voor de appelenmoezige? Oh, heel lekker. Ja. Coconut. Ja, lekker, lekker. Melk. Veel eten. Broekluk, hier komt je opperhoofdmantel. Oh ja. Prachtig, hè? Zat vindt de vlam nou, moeders Ug. Piepo vindt het verschrikkelijk prettig om u nou eens echt in het echt te zien, hoor. Oh ja, weet u, Gelukkig heeft ons altijd zoveel over u verteld. Ja. Oh, wij hadden het al lang opgegeven dat hij ooit nog de krug zou keren. Oh ja. Ja, waar bleven jij al die jaren, Gelukkig? Ja, moeders Ug, wij willen wel terug, hoor, maar wij konden niet, hè. Kijk, wij zijn jarenlang de steun en toeverlaat geweest van Piepo hier. Nou, en die waren zonder de mij, waar ik toch min of meer van de totaal waardeloze. Wat zeg je nou? Nou ja, in ieder geval is het heerlijk dat Gelukkig zo welkom thuis is bij zijn moeder. Zeg. Ons hebben Gelukkig hier hard nodig. Oef. Oef, 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 oef. Oh ja, dat is waar ook. Zeg, Gelukkig, wat zou jij hier ook eigenlijk willen worden, hè? Jij werd hier opperhoofd, ja, dat is waar ook, ja. Wij weten precies wat jij denkt, hè, Piepo met de ballemond. Oh ja, ja. Gelukkig? Ja, jij denkt natuurlijk, Gelukkig als opperhoofdsel, nou, dat kan hij niet, hè? Nou, ik... Nee, daarvoor zijn niet te veel van de schrikkerige, hè? Nou, ik... Te veel van de oliedommige, hè? Nou, Gelukkig. Ja, te veel van de paniekerige, hè? Nou, nee, nou, Gelukkig. Ja. Nou, het zijn zeer van de oppervlakkige, hoor. Dus buitenkant dan denkwerk. Maar mij zijn hier van binnen. Hè? Mij zijn sterk. Mij zijn stoer. Mij zijn groot. Mij zijn niet van de kleinzerige. Ah, moeders, moeders, een slang hebben we gebeten. Ah. Nee, broer Gelukkig. Het was een speld. Kijk maar. Sorry, hoor. Broodje, broodje. Hallo. Oh, hey, dag, moeders. Ik ben Blom. Ik ben het zusje van mijn broer Piepo. Ja, maar ik heb ook meegeholpen om Kukkelekuje naartoe te brengen. Nou, dat was wel een zwaar karwei. Oh, zo lief. Oh, mijn Gelukkig hebben zoveel vrienden. Iedereen houden van hem. Nou, dat is niet helemaal waar, hoor, moeder Ug. Ik kwam net die meneer Bulbos tegen. En die zei... Jij, de strijd is nog niet aan einde. Die klik-klak, die zal nog een zware pijp roken. Jij. Oh, maar Gelukkig, hij is een held. Hij is niet bang voor niks. Oh, ik zie het. Hij heeft al een groot besluit genomen. Ja? Ja? Oh ja? Ja. Mee hebben. Ja. Mee willen. Ja. 3 weken met vakantie en van de onmiddellijke. Oh, nee. Gelukkig zijn teruggekeerd. Hij is een zoon van zijn pa. Zijn pa waren opperhoofd, dus nu zijn Gelukkig opperhoofd. Zo zijn Indiaanse wet. Alles zijn hopeloos verloren als steen in blubberwater. Fout bij jou, Fleur, is jij zit te snel bij de pakjes neer. Come on, boy, kop op, hè. Gebruik je brein. Hey, de kwestie is, van wie is al dat land hier? Van Gelukkig nu. Hoewel. Ah, het begint te komen, hè? Aan wie heeft jouw volk al het land verkocht hier? Voor ruil? Voor voedsel? Uit deze shop, nou? Gaan liggie branden in kop. Ah? Ah, Gelukkig zijn nu wel opperhoofd. Maar vraag zijn opperhoofd waarvan? Ruil! Karamba, waar zijn jullie nou? Kom mee naar buiten. Ach, Flerkos, jij leert het ook nooit. Stupido, hombre van een Flerkos. Ja, wat doe jij te bedoelen, Smokey Spy? Ik bedoel te bedoelen naar buiten. Die Gelukkig is gearriveerd en probeert nu de macht in handels te krijgen met zijn moederos en met zijn helpers uit het cirkels. Dus rapido op de voetos en heenos. Oké, Spy, bedenk voor dat je hebt. Kom op, let's go. Let's go, kom op, let's go. Stupido, Flerkos. Kom nou, snellos. Nee, dit is het uur van de beslissing. Dat mag jij niet missen. Hey, stupido indianos. Hier, lopers. Meer tempo. Tempo. Ossie, possie, zeg. Dus al deze grondland, die zijn van onze familie, van de Gelukkig. Nou, zeg. Dat zijn gewoon een grondlandbezitter, hè? Ja,
Kleur, er is één iets wat jij moet weten. Ja. Allemaal van jou, kukkelekuk. Ja. Wat heb jij in deze grote achtertuin? Ja, maar God, zijn niet van de gierige, hoor. Als je een leuk stukje lapgrond ziet, dan mogen jij dat best hebben. Kukkelekuk, kukkelekuk, luister. Ja. Hé, hey, wat een raar soort bos staat hierop, hè? Bos? Pipo, ik zie helemaal geen bos. Ja, ja. Bos met paaltjes en bordjes. Wat staat er op die bordjes? Verkocht. Pipo, je denkt toch zeker niet dat dit allemaal verkocht is? Ik denk niet, Mameloe. Wij gaan het zeker weten. Kijk maar, er komt een rempel op dikke bullemans. Nou, dat is brutaal, kukkelekuk. Op jouw land. Gooi hem eraf. Ja, af. Nee, oef. Dat heb ik niet zelf gezegd. Zeg, wat willen deze meneertjes eigenlijk op Clubse grond, hè? Toevallig zijn mij wel even de teruggekeerde zoon in heldvorm, hè? Fruit weg. Weg. Juist. Als jij kukkelekuk bent, dan moeten wij praten over zaken, man. Ah, dat is goed natuurlijk, maar wie zijn die wijpersoort met die kippenkop? Waardig. Waardig. Rare naam, zeg. Kukkelekuk, mag ik je even voorstellen? Ja. Dit is knetselende Flerk. Je voelt het even aangenaam. Oeh, nou. Als ze mij het zelf voor het uitzoeken hadden gehad, dan hadden we liever een echte vogelverschrikker gehad, hè? Kukkelekuk, ja. Het is familie van je. Daar wou je aardig tegen te zijn. Oh, vanwege de manieren, hè? Oh, nou, dag meneer Brutale Flerk. Zeg, u mag wel eventjes op Klukse land staan, hoor. Het hinderen niet, hoor. Maar wel even eerst de vegen van de voedens, hè? Mogen mij willen oproofd zijn? Ja, die heb... Mij! Ja, maar dat kan er niet. Dat zijn de mij al. Kluk. Ja. Nu kijk, oud-Indiaans spreekwoord zal zeggen altijd die waar. Beter één hoofd in de zand dan twee op een lijf. Af. Ik bedoel. Een vraag namens het heldere denkhoofd, meneer de Bolle Bulk. Wat willen jullie eigenlijk nou nog? Nou Kukkelekuk hier is. Ja zeg, we hebben Kukkelekuk niet voor niks hier naartoe gesleept. People, snap het dan. Zaken zijn zaken. De Indianen hebben al hun land aan mij verkocht in ruil voor voedsel. Kijk om jou heen, man. Dit is allemaal van mij, tot aan de horizon aan toe. Wat? Dit zijn dus niet Kluks eigen thuisland? No, sir. Alles wat jij ziet is van mij. Behalve dat stuk waar jij op staat. 7,5 meter. Dat is al jouw bezit. Posie, maar dat zijn moeders. Kom hoor. Oh, wat vreselijk. 7,5 meter land. Ha, als je vierkant lang uitvalt, dan ben je er doorheen. Pipo, wat doen we eraan? Niets, Mameloe. Die bullenbalk hier, die heeft misbruik gemaakt van de honger van die Indianen, Mameloe. Ze hebben land geruild voor eten. Ja, is natuurlijk akelig, maar ja, zaken zijn zaken. Ja, maar clowns zijn clowns. We pikken het niet, hè, Pipo? Nee, we pikken. Ja, maar wat doen we er nou aan? In ieder geval moet Kukkelekuk eerst getroost worden. Wat een tegenslag. Kun je het zeggen, zeg. Ach, mijn Klukje. We hadden ze allemaal uit elkaar willen leggen. Dat van die slechte bleekgezichten. Maar we wilden ook dat jij het allemaal zelf zouden horen. Opperhoofd zonder land, zei jij. Jij hoepelen maar snel op. Mij, knersende Flerk, wordt de baas opperhoofd van oliegoudmaatschappij van Mr. Bulk. Oef, als... Posie. Nou, prettige tijd komt, hoor. Maar hij had ons dat wel eventjes anders voorgesteld. Oh, maar jij vindt er wel wat op. Ja, jij bent toch net zo knap slim als jouw pa? Mijn man van toen? Spijt me voor jou, mam Urk, maar zaken zijn zaken. En ook de aanwezigheid van jouw teruggekeerde zoon Klik-Klak kan de verkoop niet ongedaan maken. Ik heb jullie land gekocht om er olie en goud te gaan zoeken. En niets kan dat veranderen, helemaal niet. Ja. Oh, dat had jij gedacht, Belbel. Hoor! Judge James, jij hier, jij leeft nog. Ja, ik leef nog. En ik ben gekomen om jou een halt toe te roepen. Jij dacht het Wilde Westen te bezitten. Het was je bijna gelukt. Maar nou ga je te ver. Hey, Jets. Wat ik doe is oké, hè?
Listen, man. Zaken zijn zaken. Die Indians ruilen hun land voor eten, zo ik heb de wet aan mijn zijde. Dat lijkt zo, want er is een hele andere wet. Een hele oude wet, Bill Bulk. Ja. Jarenlang geleden samengesteld door de allereerste indianengroepen. Is dat? Ja. Yeah. Hey, Piepo. Volgens mij is dat die man die voor Spook speelde in dat stukkenstadje. Ja, ja, Piepo, dat is meneer Lost. Wat zou dat betekenen? Oeh, mameloe, dat kan natuurlijk voor alles betekenen. Maar ik geloof dat die meneertje de enige is die nog iets aan deze toestand kan gaan doen. Ja? Net op tijd. Is er verschil van mening tussen twee stammen over het bezit van land, dan beslist een eerlijke tweestrijd. Het land zal dan toebehoren aan de winner. En de winner is hij, die is het sterkste, het behendigste en de wijste. Wat nonsens. Onzin, man, is een hele oude wet. Net wat je zegt, een hele oude wet van een heel oud land. Maar de enige juiste wet. En daarom, folks, gaat nu een onverbiddelijke tweestrijd beginnen tussen Knersende Vlerk en tussen hem, de grote Klukkluk. Maar wie de mij? Maar een tweestrijd van de knokvechters? Nee, dat zijn we daarom nou helemaal hier naartoe gekomen, de veilige weer van zijn vermoedersurg. Dan hadden we liever toch bij Piepo thuis gebleven. Ozie, posie. Mag hem even passeren. Dit zijn je kansen, dat kun je winnen. Oh, eenvoudig. Wat zijn de eerste proef? Rechter, bleek gezicht. De wet zegt, de eerste proef, behendigheid in het schieten met pijl en boog. Ha, pijl en boog schieten, dat win hij toch zo? Dat kunt hij vast reuze goed. Nooit! Mij zullen winnen. Mij kunnen raken haartje in oog van vlieg op 1000 meter. Jezus, dat is nooit gezicht. Rustig, baarmoedertjes, ugh. Kukkeluk, u die werkt al jaren in ons circus als de beste misschieter van de hele wereld. Wat zei jij? Misschieter? Nee. Plomp zei, ze bedoelde, ze had het over misschien. Is Klukkluk wel de beste raakschieter ter wereld? Nee, helemaal niet. Plomp, voorlopig niets bedoelen. Piepo, hoe moet dat nou? Klukkluk, een raakschieter, dat is hier helemaal niet gedacht. Denk of. Stilte, geen publiek, dames en heren. Piepo heeft een goed idee. De eerste proef zal worden genomen als een echte show. En het zal gebeuren in Piepo's eigen, echte, enige circus tent. Kom mee. Caramba. Stupido. 1, 2, vloepes. Mis. Ja. Zo, daar ben ik. Klaar voor de show. Piepo, vlug, duiken. Waarom is dat? Tegen overkomende schietpijlen. Piepo is aan het oefenen. Ja. Maar dat hoort toch zo? Even kijken. Nee, kom zo. Vlucht, dat is niet veilig. Mens. Ontdekking. Bisja. Dat is toch prima patent en uitstekend? Kukkeleku die schiet weer uitstekend mis. Dus winnen we. Nee, Plom. Dus verliezen we. Het vervelende is dat die Indiaan juist raak moet schieten. Raak? Ja. Wat een raar idee. Daar ben ik helemaal niet aan gewend. Nee, Kukkeluk ook niet. Dat is het probleem, zie je. Oh, maar dat zijn we geen probleem, maar we doen het. Wacht even, hier. Stop eens. Ja, nooit de grote artiest storen wanneer die bezig zijn met speciale oefeningen. Zeker niet van 1, 2 vloepers. Oh. Nou. Maar dat loopt net mis, hè? Ja, nee, maar Piepo, kijk, dat horen zo, hè? Raakschieters, die zijn er genoeg natuurlijk op de hele wereld. Dat zijn niks van de bijzondere. Nee. Maar deze keer moet je nou juist wel raakschieten, Kukkeluk. Bieden mij? Ja. Niet van de mis, hè? Nee. Van de raken? Ja. Oh, dat kan het toch niet? Dat zijn toch niks voor de mij? Nee, daar ben ik ook bang voor. Kukkeluk, echt, deze keer moet je raakschieten. Als jij de wedstrijd verliest, hè, dan is je moeder al de land kwijt. Kukkeluk, wacht, ik help je wel even. Het is heel eenvoudig. Het is gewoon net als in de show. Ik leg het appeltje op mijn hoofd. Kijk, pak een pijltje. En dan schiet je het er gewoon af. Gewoon? Ja, dat kan je best. Kan je mij best? Dat kan je best. Zij zeggen het. Nooit. Piepo. Is dat nou maar goed gaat? Ja, mama, ik kan er ook niet zo doen. 1, 2... Ja, weet je wat je doet? Kom maar mee. Wat doen jullie nou? Harry. Nou, moe.
zijn een groot artiest net bezig met speciale oefeningen. En waar zijn de vrienden? Van de wegwezende. Oh, 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 oh. Pipo, probeer je denkhoofd nou toch nog eens. Ja, dan moet er een oplossing zijn. Ja, vooruit, Pipo. Je vindt vast wel wat. Ach, natuurlijk. Ja, dat is nou het voordeel van Pipo. Het probleem kan ook nog zo groot zijn. Hij weet altijd wel het juiste antwoord. Ik zou ook zo graag zo'n denkhoofd willen hebben. Het lijkt me zo handig om altijd op de goede oplossing te kunnen komen. Ja. Ik kan alleen maar dit. Ach, Blom. Eén zo'n denkhoofd in de familie is al meer dan genoeg, hoor. Pipo, weet je het al? Nee, Mamelou, nog niet. Ja, je bent toch niet ziek? Ach, nee, Mamelou, ik ben niet ziek. Maar ik kan toch niet maken dat Klukluk wel raak kan schieten? Nee, dat is zo. Kukuluku, die zou gewoon raak schieten moeten leren, hè? Gewoon zoals ik dit geleerd heb. Ja, dus verliezen we. Want Klukluk kan niet zo gauw leren raak schieten. Wat is er, Pipo? Sapper de flapper de flap. Zeg, Plom. Ja. Plom, doe dat nog eens, dat met die wat? Appels. Nou, dat. Dit? Ja, ja. Waarom? Nou ja, Pipo, wat heeft dat er nou mee te maken? Mamelou, dat heeft er alles mee te maken. Klukluk kan slecht schieten, maar Plom kan uitstekend gooien. Sapper de flap, zeg. Maar dat is de oplossing. Wie gooit daar? Sapper de flap, de flap, de flap. Oeh, geen publiek voor het tabeltje Wilde Westen. Nu gaat u zien wat ik nog nooit heb gezien. De grootste schietruc aller tijden. Onbewegelijk, ongrijpbaar, fantastisch mechaniek. Let op, want hier komt nog nooit vertoond. Ja, nog één keer. Eén keer is hij vertoond voor de keizer van Mila en de Maharaja van Klapistan. Let op, want er komt die. Klukluk, de beroemde raakschiet-indiaan in de grootste truc aller tijden. Schiet meer fruit! Oh, ja. Hey, die Klukluk is een grote oplichter aan zijn held op sokken. Nee, gezicht! Mijn zoon Klukluk, hij zijn de grootste! Gelukkig als het nou maar lukt. En hier is hij, onze dapper wakkere Plom. Lang niet klom en stom, ik bedoel lang niet dom. Daar komt. Zet hem op. De eerste proef is raak de appel. Alles hangt af van die oleerkunst van Plom. Opgelet. Klukluk, mijn zoon, ja. Jij winnen. Oh, mij wisten het wel. Ja, Ossie, we hebben ongeluk raak geschoten. Ja, jij werkt tegen Klukse Prinsen Piepers. Hé, hey, leider van de jury, ik protesteer. Dat girl gooide de appel naar de pijl, dat telt niet. Dan ben jij geveild opgepompte naarlijks. Oh, wel, dat botte was. Piepers, kan me niet afkeuren. Stilte! De jury heeft beslist. De appel heeft de pijl geraakt. Dat is waar. Maar omdat de appel de pijl onderweg is tegengekomen, geldt het maar voor een halve point. Een halve punt, zeg. Nou, beter dan helemaal geen punt, hè. En nu is het de beurt aan Kressende Fredrik, de tegenstander. Opgelet. Proef voor Nelson de Vlerk. Je legt een appel op hoofd van Doelwit. Ja, zet op. Wat? Geen appels meer? Wat nu? Proef niet kunnen zonder appels. Beste scheidsrechter, als goed zakenman moet je altijd vooruit zien. Laat mij maar even mijn gang gaan. Oh, karamba. Wat is dat op mijn koffers? Stilte! Indiaan Knersende Vlerk richten. En schiet! Nu! Oh, damn, man!
Kijk nou eens even. Hey. Glasscherven. Hé, hey, maar... Waar schoot die knessende vlerk op? Caramba. Is appelmoesas. Appelmoesas! De jury heeft beslist. Oké, James. Indian. Knersende vlerk heeft wraak geschoten. Omdat appelmoes geen appel is, krijgt ook hij maar een halve point. De tweede proef is... Zoek het spoor. Listen, Flerk, je moet al winnen. Je moet, man. Dan moet ik al mijn land teruggeven aan de Indianen, ja? Zie, Flerk, dat is voor jouw kleine klussos. Hè? Jij bent veel betere Indianos als de idiote slappende Watski-figuur. Ja, uit het circus. Als die clown maar uit de weg blijft. Ah, hij is een slim als vos en handig als duizend. Laat die clownos maar over aan ons. Oh, mijn klukje, mijn zoon. Oh, dat jij zijn zo knap. Ja, je vader, pa, mijn man van toen, die was ook altijd eerst bij spoor zoeken. Ja, nee, dat regelen we het zo. Gewoon normaal even spoor zoeken, nietwaar. Wat zei dat eigenlijk ook alweer? Kukkelukuur, dat weet je toch best? Er staat in al je indianenboeken. In de boeken? Ja. Ja, maar we komen de laatste tijd zeer weinig tot lezen. Hè? Ja. Oh ja, opperhoofd, dat zijn zeer van de tijd rovende, hoor. Kluk, het is zo. Ze tekenen pijlen op de grond en ze zetten voetstappen. En ze hangen andere tekens in de struiken. Nou, die moet je gewoon maar volgen. Gewoon volgen, ja. Ja, ja. Gelukkig heus, het is niet zo moeilijk. Als jij goed uit je ogen kijkt, nou, dan vind jij die sporen best. Ja? Ja, dat wel. Je moet gewoon een beetje je opperhoofd gebruiken. Natuurlijk. Jij wint voor je volk het hele land terug. En van mij krijg jij een extra boterham met dik pindakaas en muisjes. Van de gestampte? Ook dat. Oh, nee, maar dan zullen we de zaak even regelen. Nee, dames, daar ken ik van op aan, hoor. Nee, van de haarscherpen. Op de zee. Op de zee. Aanvang, tweede proef. Zoek het spoor. Zoek het spoor. Dat is de tweede beslissende opdracht. Dit moet Klukkeluk winnen. Anders zijn alle inspanningen van Pipo, Mameloe en Plom voor niets geweest. En dus tot de volgende keer allemaal, hè. Dag vogels, dag bloemen, dag kinderen.